Goedemiddag, mijn naam is Joost van Aert. Vandaag heb ik een recht in het vlak. Snijdend, evenwijdig aanvallen. Dus evenwijdig, snijdend aanvallen. Eerst evenwijdige rechten, hier getekend A en B. Het is evenwijdig, wordt genoteerd als A met twee streepjes B. Dat betekent het feit dat A en B geen enkel gemeenschappelijk punt hebben. A doorsnee B is een lege verzameling. Ja? Dus A en B zijn leeg. Dat betekent, evenwijdig betekent dus A geen enkel gemeenschappelijk punt. In het vlak zijn twee rechten evenwijdig als ze geen gemeenschappelijk punt hebben. A evenwijdig B, A doorsnee B is leeg. Dat zijn dus evenwijdige rechten. Wat zijn nu snijdende rechten? Snijdende rechten zijn rechten die één gemeenschappelijk punt hebben. Dat is genoteerd als A met de evenwijdigheid doorstreept. Ja, we schrijven A doorsnede B in een bepaald punt P. Dat P noemen we het snijpunt. Dus die rechten hebben een snijpunt P genoemd hier. En A doorsnede B is dus P. Dus snijden betekent één gemeenschappelijk punt. Dus snijdende rechten hebben één gemeenschappelijk punt. Dat gemeenschappelijk punt noemen we het snijpunt. Ja, snijpers van twee rechten, één gemeenschappelijk punt. En dus hier P genoemd, snijpunt. Ja, het zijn dus snijdende rechten met één gemeenschappelijk punt. Dus evenwijdig geen gemeenschappelijk punten. Snijdend één gemeenschappelijk punt. Soms vallen twee rechten samen. Hier A en B vallen samen. Dat betekent in feite dat A doorsnede B ja, gelijk is aan A, is ook gelijk aan B. Ja, die vallen samen. Dat betekent oneindig veel samenvallende punten. Die hebben oneindig veel gemeenschappelijke of samenvallende punten. Als je samenvalt, ja, als A gelijk aan B, heb je oneindig veel samenvallende. Je hebt dus geen gemeenschappelijke punten, evenwijdig, eens snijdend of oneindig veel. Dus evenwijdig snijdend samenvallend. Daag!